zal nu mijn persoonlijke verhaal met afvallen en aankomen en alles wat erbij kwam kijken in de afgelopen jaren vertellen. Ik denk dat er namelijk veel meer vrouwen zijn die hier last van hebben zonder dat ze het zelf weten, want ik was daar één van. Ik doe eigenlijk al vanaf mijn 15e modellenwerk en op een gegeven moment, 3-4 jaar geleden, kwam ik zonder reden gewichten aan. Ik deed niks anders, ik had nog steeds voldoende beweging, ik deed niet raar eten en ik had er eigenlijk nooit zo'n problemen mee. Ik moest wel altijd gewoon gezond eten, maar dat vond ik nooit zo'n probleem. Maat houden met alcohol, trouw naar de sportschool, personal trainers. En ik kwam dus ineens op een hele rare manier kilo's aan zonder dat ik het zelf wist. Ik moest op mijn bureau steeds centimeters kwijt en het ging gewoon niet. En het was echt super frustrerend. Nou zul je denken, centimeters lekker belangrijk, maar het was natuurlijk mijn inkomen, mijn werk. Dus ik vond dat wel heel erg belangrijk en ik wilde gewoon bepaalde doelen halen. En ik was juist heel erg gedreven, maar niks werkte mee. Ik ging van één keer per dag sporten naar twee keer per dag sporten. Elke week ging ik om 6 uur 's ochtends en 's avonds laat nog sporten. Echt mezelf gewoon tot het uiterste en op een gegeven moment kon ik echt niks meer eten en er gebeurde gewoon niks met mijn lichaam. In mijn hoofd ging dat gewoon helemaal niet lekker. Ik heb echt denk ik wel bijna 2 jaar lang echt me vol ingezet met trainers, verschillende soorten diëten. Maar niks hielp gewoon uiteindelijk. Toen ging ik meedoen met Expeditie Robinson. Super leuk. En ik zat er wel een beetje mee dat er natuurlijk zoveel mensen naar kijken. En hoe gek ook, vaak word je toch beoordeeld op je uiterlijk. En zeker als je profileert als model, hebben mensen daar een mening over. Dus ik vond dat niet helemaal lekker, maar het was wel mijn droom. Dus ik wilde dat niet voorbij laten gaan, omdat ik wat steviger in mijn vel zat, zeg maar. En ik dacht, nou, dit is misschien de ultieme manier om gewicht kwijt te raken, want je eet er amper iets. Nou, ik kwam terug na 2,5 weken op een eiland gezeten te hebben. Geen grammetje eraf, echt geen grammetje. Ik voelde dat al, maar toen ik thuis kwam, nou, mijn vader was volgens mij 9 kilo kwijt. Nou is dat een man. Iedereen om me heen was minstens 6 kilo kwijt. Dus dat was gewoon raar. Toen ben ik verder onderzoek gaan doen en daar is uitgekomen dat ik PCOS heb. Wat is PCOS? Je kunt het uitgebreid, er komen heel veel symptomen bij kijken. En ik heb ze wel bijna allemaal gehad. Het enige waar ik niet zoveel last van heb gehad is acne. Maar dat kan dus voorkomen. Onregelmatige cyclus van je menstruatie. Onvruchtbaarheid. Het hoeft niet zo te zijn hoor. Dus niet meteen denken, als ik het heb, dan kan ik geen baby's krijgen. Het hoeft dus niet zo te zijn. En uiteindelijk ben ik dus ook zwanger geraakt. Heeft wel heel lang geduurd. Lichaamsbeharing. Je maakt gewoon meer mannelijk hormoon aan. Eigenlijk is het gewoon een hormonale disbalans. En wat er dus bij komt kijken is dat je dus gewichtstoename krijgt. En dat het dan niet ligt aan je inzet, dat lees je overal, maar dat het gewoon aan ligt dat je gewoon moet accepteren dat het niet weggaat. Ik heb het nooit volledig kunnen accepteren, ook omdat ik dacht van ja, het is mijn werk en ik vind mijn werk veel te leuk. Dus ik kan wel zeggen dat ik op een gegeven moment alles heb gegeven, echt alles, tot in het ziek aan toe. Maar het gewoon niet ging werken. Toen, echt na een struggle van 3 jaar, heb ik gewoon echt de handdoek in de ring gegooid. Ben ik andere dingen gaan doen. Ben ik weer terug de horeca ingegaan. Om toch maar weer mijn centjes te gaan verdienen. Leuk is het natuurlijk niet. Ik kreeg ook bijvoorbeeld, dan ging ik uit. En dan zeiden er ineens mensen tegen mij. Zo, je bent wel dik geworden. En dan dacht ik echt van, wat zijn mensen gemeen? Waarom zou je dat zeggen? Ik kan wel bedenken dat een vrouw dat niet leuk vindt, toch? Opmerkingen op internet of mensen die zeggen, hey, je bent wel aangekomen. Dat ik denk, ja, no shit, ik heb zelf ook een spiegel. Ik had ook heel erg last van vocht vasthouden, heel rond, gek gezicht. Ik was mezelf niet meer. Maar ik voelde me ook heel erg down en dat hoorde er ook bij. En het ging natuurlijk onwijs in mijn hoofd zitten. Ik was gewoon, nou ja, je kunt wel achteraf gezien wel zeggen dat ik in een depressie zat. En gelukkig had ik super lieve mensen om me heen. Ik heb heel veel powervrouwen, zowel familie als vrienden, die me echt een soort van erbovenop hebben gehouden. En ik ben er ook wel altijd heel erg open over geweest. En ik heb er veel over gepraat. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Maar ja, ik moest gewoon accepteren dat dat mijn lichaam
op dat moment was. Ik wilde niet, no offense, maar mijn leven lang in de horeca gaan werken. Dat was gewoon niet mijn droom. Dus ik heb heel lang nagedacht van wat ik nou wel wilde. Toen ben ik een beetje dingetjes voor tv gaan doen. Maar toch is alles heel erg de dingen die ik wilde doen op uiterlijk gericht. Nou vind ik een veel groter compliment als iemand zegt van joh, wat ben je leuk, wat ben je gezellig. En ik probeerde dat wel echt om te zetten en acceptatie te vinden. Maar dat is nooit helemaal gelukt. En ik werd er ook gewoon bloedonzeker van. Relaties die op de klippen liepen. Ik had er gewoon heel veel stress door. Ik denk ook, stress is ook gewoon heel slecht om af te vallen. En toen kon ik mijn hart weer openzetten voor Dave. En kwam ik Dave tegen die mij gewoon helemaal het einde vond. Ook al was ik veel zwaarder. Of veel minder zwaar. Want ik ben, zeg maar... Nou, dat is wel echt bizar. Toen ik Dave er in mijn leven liet, was ik denk ik wel weer op mijn zwaarst. Ik woog toen 75 kilo. En toen langzaam, na 4 maandjes was ik zwanger. Wat echt... Omdat ze zeiden dat het 1% kans was dat ik zwanger kon worden. Ik ging het gewicht kwijt terwijl ik zwanger was. Ik heb natuurlijk wel, ben ik de eerste 4,5 maand misselijk geweest. Dus dat was het, zeg maar, het eerste zetje. Maar ook daarna. Ik had echt best wel eens een broodje kroket of een hamburger waar ik zin in had. Maar ik had niet meer die urge om heel veel te eten. En ik voelde me gewoon echt super happy en blij. En Dave heeft me altijd in alles gesupport. En dat was gewoon heel erg fijn. En... ik ben wel ook heel bewust dingen in mijn mond gaan stoppen, wat ik eigenlijk altijd al deed. Maar op de een of andere manier werkt het voor mij. En is er denk ik iets in mijn hormonale balans, is er geswitcht. Waardoor het voor mij denk ik makkelijker is om gewicht te verliezen. Wat ook heel belangrijk is, veel in beweging als je PCOS hebt. Blijf bewegen. Je hoeft geen gekke dingen te doen, maar bijvoorbeeld heel veel wandelen. Dat heb ik ook tijdens mijn zwangerschap gedaan. Doe het niet. Ik ben geen dokter natuurlijk en ook geen diëtiste, maar ik heb wel gewoon heel veel ervaring ermee. Dus, maar als de dokter bijvoorbeeld zegt niet veel bewegen, niet veel wandelen als je zwanger bent, vooral niet doen natuurlijk. En ik heb gewoon 3 keer per dag gegeten waar ik zin in heb. Zeg maar gestopt met eten als ik vol zat. En wel gewoon af en toe dingen die ik... lekker vond. Ik had echt wel eens bijvoorbeeld dat ik trek in wafels, of wat ik al zei, hamburgers. Maar dan had ik bijvoorbeeld niet de frietjes op. Dus gewoon wel eten wat ik lekker vond. 3 keer per dag, geen tussendoortjes. En alcohol, ik dronk natuurlijk helemaal geen alcohol toen ik zwanger was. Dus dat heb ik eigenlijk gedaan toen ik zwanger was. Voor de rest helemaal geen sport, helemaal niks, geen buikspieren, geen squats, helemaal niks. Dus eigenlijk kortom wat ik wilde zeggen is dat als je gelukkig bent, een beetje beweegt en 3 keer per dag zonder tussendoortjes normale porties eet, dat heeft voor mij echt onwijs geholpen. En ik heb gewoon voor het eerst sinds tijden mijn eigen lichaam terug. Ik woog dus 76 toen ik hoogzwanger was, daarvoor 75 kilo. En nu ben ik gewoon weer terug op 59 kilo. En toen ik zo'n modellenwerk deed... was ik tussen de 58 en 60 kilo. Dus ik had echt nooit meer gedacht dat ik dat zou aantikken. Want ik was natuurlijk ook een stuk jonger. En het hoefde niet. Ik had al blij geweest met 63 kilo. En ik had eerst al streven 65. Dus daar ben ik al lang overheen. Maar ik wil dus laten zien dat het eigenlijk echt mogelijk is. Zelf voor mij. En dat het echt niet zo 1, 2, 3 is gebeurd. Weet je? Ik weet dat er heel veel vrouwen zijn die er gewoon mee struggelen. En ik wil niet zeggen dat een maatje meer... lelijker is absoluut niet als jij je happy voelt in je lijf. En sommige mensen staat het ook een stuk mooier als je iets voller bent. Weet je, vooral er niks aan doen. Ik bedoel, dan is het alleen maar dat je daar dan niks voor hoeft te doen, alleen maar fijn. Ook mensen die bijvoorbeeld dunner zijn. Ik bedoel, als dat je bouw is, ik bedoel, super mooi. Verder... ben ik dus nu heel happy. Ik hoef eigenlijk niet meer af te vallen. Ik ben ooit 54 kilo geweest, maar dat was gewoon te mager. Dan ga je het ook heel erg in je gezicht zien. En toen voelde ik me ook helemaal niet lekker. Maar dat was gewoon nodig voor het werk wat ik deed. En dat is gewoon niet mijn natuurlijke bouw. Dus zo rond de 60, 58 is mooi voor mij. Wat ik nu wel wil is gewoon weer wat strakker worden... Want het is wel gewoon allemaal, het lijkt misschien op foto's en in kleding niet zo. Maar het is bij mij ook nog steeds gewoon
slap. Dus ik ga gewoon eigenlijk een kort rondje doen met eigen lichaamsgewicht. Om dat weer een beetje op te bouwen. Om je armen, om je buik, om je billen weer wat strakker. Want mijn kont is ook hartstikke plat geworden. Om dat gewoon te doen. Verder wandel ik dus bijna iedere dag een uurtje. Maar je hoeft geen uur te wandelen. Als je iedere dag een half uurtje wandelt, is al genoeg. Wat ik doe, ik pak gewoon de kinderwagen. Ik loop mee naar de supermarkt en weer terug. Dat is dan mijn, of naar de stad toe, of whatever. Weet je, mocht je er geen tijd voor hebben en gewoon druk zijn met werk of whatever. Doe dat loopje naar de supermarkt of naar een vriendin toe die in de buurt woont. Of naar de stad toe of weet je, doe het lopend. Of naar je werk misschien als je dichtbij woont. Dat scheelt gewoon heel erg. Of wat ik vroeger dus altijd deed, ging ik met de honden naar het bos iedere dag een uurtje wandelen. Kan 's ochtends, kan 's avonds. En het is gewoon heel lekker ook om je hoofd leeg te maken. Qua voeding ga ik jullie meenemen in mijn wat ik dagelijks eet. Dat zal ik dan filmen. Wat ik dus voornamelijk nu doe om de puntjes op de i te zetten. Ik drink niet heel veel alcohol meer. Ik ga nu tot de kerst. En jullie kunnen meedoen als je wil. Geen alcohol drinken. Misschien op mijn verjaardag, want dat komt er ook aan. Wel een glaasje. En ik ga dit dus volhouden, dit ritme. Oké, dus let op. Jullie kunnen dus tot de kerst met mij meedoen. Met mijn trainingsregime. Het wordt maar heel kort. Ik denk hoogstens een kwartiertje trainen. En het kan gewoon allemaal thuis of op vakantie of op je werk. Als je veel reist of als de kinderen slapen. Het is helemaal niet veel werk. Doe dus elke dag een half uurtje wandelen. Maakt niet uit waar naartoe. Voor je werk, naar je werk of met de kinderwagen als je gewoon thuis bent. En eet vooral veel eiwitten, groentes, dat soort dingen. Probeer peulvruchten te beperken en bonen. Veel vis, vlees, dat kan gewoon allemaal. Als je vegetarisch bent kan dat ook natuurlijk. Probeer zoveel mogelijk koolhydraten en suikers te laten staan. Dus qua drinken ook alleen water, zwarte koffie. Want je vergeet vaak dat er bijvoorbeeld in een latte macchiato zitten ook heel veel calorieën. Laat alcohol staan. En fris drank zou ik ook laten staan. Ik bedoel, hooguit als je echt heel erg trek hebt, neem kokoswater. Of je hebt vaak van die varianten van ice tea weer niet zo heel slecht zijn. Probeer dan zoiets te doen. En probeer geen tussendoortjes. Dus 3 keer per dag voor jezelf een maaltijd te maken wat genoeg is. Dus ga je niet overeten en denk ik ga zo een berg met groenten eten. Want zelfs van groenten kan je je dik eten. Ik bedoel, niet zo snel, maar het kan wel. Probeer je ontbijt gewoon kleinschalig te doen. En maar wel iets te eten, ook al ben je niet een ontbijter. Dus wat ik vaak doe, zo ziet mijn voedingsschema er meestal uit. Is 's ochtends 2 gekookte eitjes. 'S middags een kleine salade. En probeer dan niet te veel tirelantijntjes erin te doen. Want in noten zitten vaak veel calorieën. Dus als je heel veel noten erin gooit. Of heel veel dressing. Of croutons en dat soort dingen. Dat zou ik gewoon niet doen. En dan 's avonds gewoon vis of vlees. Of een soep te maken. En dan zou ik geen vermicelli erin doen. Maar gewoon een beetje gezonde soep. Maar wel wat vult. Bij die vlees of vis gewoon lekker wat groenten. Dus geen rijst, geen pasta, geen... Dat is wat ik doe, hè. Ik bedoel, nogmaals, ik ben geen diëtist. Maar voor mij heeft het heel erg geholpen. En wie weet voor jou ook. Dus ik ga jullie gewoon meenemen in mijn dagelijkse routine. Ja, het zou leuk zijn als jullie er zin in hebben. En ook leuk vinden om gewoon net eventjes dat ene jurkje... Dat leuker staat als je een paar kilootjes minder bent. Doe dan vooral mee. Of niet, natuurlijk. Nou, dat voor nu. Ik ga natuurlijk even boodschappen met jullie doen wat goed is om te halen. Wat je ook trouwens als ontbijt kan eten is gewoon een klein yoghurtje. Hier hebben ze ja, niet zo'n hele gezonde yoghurtjes, maar gewoon als het maar een beetje klein is. Maar je hebt, bij jullie in de supermarkt heb je van volgens mij dat Fees van die kleine bakjes kwark. En dan met een heel klein beetje nootjes, ongeveer ik denk 20 gram nootjes, zeg, als ik dat goed zeg. Ik zal jullie even laten zien, want ik heb van die kant-en-klare zakjes. Dat is wel heel handig. En dat is ontbijt. En dan kan je 's middags ook een omeletje maken met groenten als je dat lekkerder vindt. Of dan die soep eten of whatever. Ik ben benieuwd of er dus mensen zijn die dat zien zitten en met me meedoen. Ik ben blij dat ik er gewoon nu over kan praten. En dat ik dus uiteindelijk echt na 4 jaar tijd weer gewoon mezelf terug heb. Ik voel me ook veel energieker. Ik kan weer het leven bij de teugels pakken. En ik ben gewoon heel gelukkig.
En dat heeft er ook gewoon heel veel mee te maken, denk ik. Ik ben dus nu onderweg eventjes naar de No Brand. Dat is die supermarkt bij ons in de buurt. Is niet heel uitgebreid. Het is altijd maar weer kijken wat ze hebben. Maar ze hebben er dus wel wat bekendere producten. In ieder geval met plaatjes dat ik dus weet wat ik koop. Niet bij alles, want ik heb ook wel eens zwarte eieren gekocht. Dat was niet top. Ik heb Rio even meegenomen in de hoop dat hij in slaap valt. Maar dat zal er niet. Dus een beetje rond te kijken. Ik heb vanochtend dus een klein yoghurtje op met 20 gram nootjes. Vanmiddag zijn we eventjes ergens gaan lunchen. En heb ik gekozen voor de enige salade op het menu. Met mozzarella. Ik heb maar de halve bol mozzarella en de rest gewoon de sla. Was allemaal vrij simpel. Dus dat was best oké. En vanavond, Dave wilde dat ik gambas pio pio ging maken. Je zou denken, de olie is niet echt gezond. Een beetje vet is niet erg. Je hebt ook vetten nodig om te verbranden. Alleen, ik eet er dan weer geen brood bij om te dopen of dat soort dingen. Als ze dat hebben, als ze de gambas hebben, meestal hebben ze die wel in de diepvries. Een van de weinige dingen. Dan ga ik dat dus maken. Ik ga het receptje wel even met jullie delen. Voor het geval dat je niet weet wat je moet eten en dat je van gambas houdt. Voordat je dus uiteindelijk bij de No Brand bent, moet je dus door een winkel heen. En dan hebben ze vaak wel leuke dingetjes, best wel betaalbaar. En meestal loop ik dan wel weer tegen een leuke muts aan of een geinig iets. Ik zag net al een geblokt overhemd hangen. Die wil ik misschien wel even passen. En de winkels zijn nu tot 11 uur 's avonds open, dus dat is ook wel leuk. Maar dat hebben ze heel slim gedaan. Je moet dus die hele winkel door voordat je bij de lift komt. Maar eerst maar even boodschappen. Vind je het grappig? Vind je het leuk? Dit is dus het groenteschap. Ik zie zoete aardappels, normale aardappels. Een hele gekke groente, ik weet niet wat dat is. Komkommer, prei, broccoli. Dus dat hebben ze dan wel. Maar dit is het dan. Het is wel een stuk minder uitgebreid als bij ons. Deze vind ik wel leuk. Groene asperges. Dit zal wel een borst zijn. Maar dit ziet er toch echt heel eng uit. Ik weet niet of je die... Gadverdamme. Echt gadver. Ook dit soort dingen. Wie wil dit nou? Dit ziet er toch niet aantrekkelijk uit. Het is Koreaans. Het is... Teelbop. Lijkt me niks. Sojasaus. Tteokbokki. Ik zou het dus toch allemaal een keer moeten proberen, maar tot nu toe is het nog geen succes, behalve de Korean barbecue. Hier heb ik dus vorige keer ook die zwarte eieren gevonden. Je kan het niet echt zien. Die speld zijn zo. Ik had geen idee. Hier is al dat soort van vlees, maar kijk. Ik kan hier denk ik uit opmaken dat het cool is. Ja, dat soort dingen. Ik heb het geen idee. We zijn hier ook gek op octopus. Semi-dried squid. Ook echt. Het ziet er toch echt niet lekker uit. En het is dried. Season dried. Ze hebben dus ook squid met pindakaas. Een soort van snack. En dat stinkt echt niet zo. Soms zit ik bij de wedstrijd en dan trekt er iemand zo'n zakje op. Echt super goor. Ik heb een beetje slecht licht in de keuken. Maar ik ga dus gambas pio pio maken. Eigenlijk hele simpele. Ik hoop dat het lekker is. We hebben alleen geen peterselie. Die zou ik er normaal in doen. Die vervang ik nu door basilicum gedroogd. Ik weet niet of dat lekker is, maar we gaan het gewoon proberen. Het is altijd een beetje improviseren hier. Wat ik dus heb gekocht. Nou, gambas 450 gram. Ik heb nog zout, peper... En dus de basilicum. Ik dacht dat het lekker zou zijn. Die vond ik nog om wat groene asperges erbij te doen voor nog wat groen.
wat cherry tomaatjes, ongeveer, nou, het zal het zijn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mogen er ook iets meer zijn, mogen er ook iets minder zijn. 6 teentjes knoflook en een pepertje. En wat het allerbelangrijkste is, is eigenlijk de olijfolie. Dave had net super netjes het huis opgeruimd en gezellig gemaakt toen ik weg was. Dus dat is super lief. Rio is er ook klaar voor. Verder heb ik dus een pan nodig, een koekenpan en een vergiet. Ik hou de garnalen onder koud water. Ik doe genoeg extra virgin olijfolie in de pan. Ik gooi dus 3 teentjes in zijn geheel en die ga ik heel zachtjes laten, een soort van koken is het meer in de koekenpan, dat ze zo lekker uit elkaar vallen. Ik doe dus voor het eerst een soort van kookshow en dit is een hele ongemakkelijke poging. Ik denk dat dit beter is. Ondertussen heeft Dave even een kerstmuziekje opgezet. Oké, dus ik ga dus 3 teentjes knoflook in zijn geheel in de pan gooien. Dit geloof ik toch zeker niet. Dave heeft het schoongemaakt, maar het gas doet hij niet. Moment. 3 teentjes ga ik dus uitknijpen. Dan doe je de peper in ringetjes. Wel leuk dat ik die dansshow van Dave erbij krijg die jullie niet kunnen zien. Groene asperges, dat zijn er 2, 4, 6, 8. Die doe ik eventjes in 4. Snijplankje te snijden, maar zo bespaar ik wel op de rest. Tomaatjes die snij ik dan 1 keer door. Ik zal ze eerst even een beetje afspoelen. Ze zijn al schoon, maar. Die snij ik door. Dit is de voorbereiding tot nu toe. Dus de tomaatjes, de knoflook, de pepertjes en dan de groene asperges. Zijn inmiddels ontdooid en die kunnen de pan in. Ik gooi dus nu een beetje basilicum erin, wat zout en wat peper. En nu musselen maar. Het ruikt echt wel heel lekker. Dat is natuurlijk gewoon die knoflook. Naar mijn idee is het dus nu al geslaagd. En voilà. Dit is dus mijn variant op gambas pil pil. En ik heb net al even geproefd. En ik vond het echt heerlijk. Goedemorgen. Kleine Rio was al vanochtend om 6:15 wakker. Het is nu 8:00 hier in Olsen. En ik ga eventjes mijn ontbijtje maken en aan jullie laten zien. Want dat heb ik gisteren dus niet gedaan.
Het is heel simpel, maar toch dat je even iets in je buik hebt. Ja, dat ga ik doen. Dit is mijn ontbijt zoals je ziet. Het is een grote kop thee, water, Atrien C, dus vitamine C. En ik ga hier dus binnenkort eventjes iets meer over vertellen, want dit is echt het enige supplement wat ik altijd trouw slik en wat gewoon echt super goed helpt. En het is een yoghurtje, je kent ze wel, de Activia yoghurtjes met probiotica. Dus dat is goed voor je buik. En dit zijn dus 20 gram nootjes waar ik over vertelde. En ik heb altijd hier van die handige zakjes. Die verkoop ze hier. Zodat je nooit te veel neemt. Ongeveer 20 gram is goed. Want als je dus meer neemt, noten zitten gewoon nog wel veel calorieën. Het is wel heel gezond, maar dan heb je soms, dan denk je dat je gezond bezig bent. En dan eet je gewoon te veel. Ik zal eventjes openmaken en laten zien zo hoeveel het ongeveer is. Ik doe nou een groot glas water. Dat vult ook meteen je buik voor de Atrien C. En dus een, altijd een hele grote thermoskan met thee die dicht kan. Ik heb er dan eentje van de Starbucks. En dat is gewoon handig, want als je ineens weg moet naar je werk, of je moet wandelen, of je wil niet dat het koud wordt, of ja, je gaat boodschappen doen, dan neem je hem gewoon mee. Dus dit is 20 gram nootjes. Het is niet veel, maar het is zeg maar net genoeg voor in mijn yoghurtje. En dan heb je net eventjes iets zoetigs in je mond en iets op je nuchtere maag. Ik even zo irritant aan doen. Ik had vanmiddag 3 gekookte eitjes gegeten. Dat is misschien niet het meest lekkere, al vind ik eitjes wel echt lekker, gewoon met een beetje zout en peper. Ja, vind je het grappig voor jou? Maar het is wel makkelijk en ik had toch niet zo heel veel tijd met die kleine, want die was echt super in beeld. Dus heb ik 3 gekookte eitjes gegeten. Maar je kan er natuurlijk ook voor kiezen om een lekker omelet te maken met groenten of iets wat anders. Ik heb gedaan. Ja, Dave heeft een omeletje gegeten. Heerlijk, paprika, gele paprika. Ja. Een preitje. Ja. Zout en peper. Ja. En een beetje klutsen met ze. Je had er ook kaas op, toch? En gesmolten kaas. Ja. Dat is wel heel lekker, ja. Je ziet er zo lief uit. En je bent ook lief. Maar man, man, man. Wat is die man in beeld? Echt alleen maar huilen. Het slaapritme is weer helemaal door de war. Nee, ik kan beter een dag werken. Ja, Dave zegt tegen mij, ik kan beter een dag werken. En dat vergeten mannen vaak als de vrouwen thuis zijn. Dat het gewoon echt best wel heel pittig is. Dat we niet lekker gewoon alleen maar voor de tv zitten. En beschuitjes weg te eten. En gezellige dingen aan het doen zijn. Het is gewoon echt, ik heb me er zelfs ook op verkeken. Gewoon best wel zwaar. Vooral deze periode vind ik heel zwaar. Maar het is ook wel weer heel leuk. Ik ging vanochtend voor het eerst schater lachen. En nou ja, dan gaat die vermoeidheid vanzelf alweer een beetje weg. En je leert er wel mee omgaan met die vermoeidheid. We gaan nu even naar de club. Dave moet even wat ophalen. En daarna gaan we lekker Korean barbecuen. Dus je kunt er ook voor kiezen ook om lekker thuis te gaan gourmetten. En dat je lekker vlees of vis haalt voor op het grilletje. Wij gaan dus lekker vlees van de Korean barbecue eten. Dus dat is al voor avondeten. En we gaan eventjes vanavond nog een stuk wandelen, want dat heb ik ook nog niet gedaan. En Dave gaat gezellig mee, want die is vrij. Wandelen? En ik heb gisteren mijn oefeningen gedaan. En ik moet vanavond nog mijn oefeningen doen. Dat is me niet verteld. Dat zei je net. Dave had gisteren de melding dat hij dus in plaats van 1 dag voor de wedstrijd, nu 2 dagen voor de wedstrijd in een hotel moet. Dus dat betekent dat ik, nou ja, ongeveer 3 dagen alleen ben in de week. Dus
Ik kan mijn borst nat maken. Dave zegt net, de bonussen moeten binnengesleept worden. Want het geldt nu ook het geldt nu ook dat de vijf laatste wedstrijden, dan krijg je dubbele bonus. Dus als je dan wint, dan krijg je een premie. En die telt dan dubbel. Dus om zo de jongens extra te motiveren. Dus dat zou wel lekker zijn voor de feestdagen voordat we naar Nederland gaan. Dus dat was het voor nu eventjes. De plannen zijn een beetje gewijzigd. Want het is echt een beetje shit weer. Dus we gaan eventjes naar de Hyundai Mall, maar die dicht bij de club zit. En halen we even boodschapjes, gaan we een beetje kijken, halen we even een koffietje. En dan gaan we dus eten bij Boy Brazil, die All You Can Eat steak van de barbecue. Dus de Braziliaanse barbecue in plaats van de Koreaanse. Gefilmd. Ik ben wel naar de supermarkt geweest met Rio en ik heb wat kleine spulletjes gekocht. Ik wilde vandaag verse hamburgers gaan maken. Ik neem ze natuurlijk zonder brood en Dave lekker met een broodje. We hebben hier ook mayonaise en ketchup. Ik zal zo even vertellen wat erin gaat in de hamburgers. Verder heb ik vanochtend weer zo'n yoghurtje met nootjes op. Smiddags een grote iced coffee met een omeletje met paprika, wat heel lekker was, van 3 eitjes. Dus dat is best wel een stevige omelet. En nu zijn we dus de hamburgers, die hebben we samen gemaakt. Ik heb alles in de bol gegooid wat erin moest en Dave heeft ze gedraaid. En die staat ze nu te bakken. Ze gaan goed, jongen. Very good. En het ruikt echt super lekker. Het zijn een beetje gekke hamburgers. Er zit wel heel veel smaak aan, waardoor je er dus eigenlijk geen saus of broodje bij hoeft. Je kan er een lekkere groene salade bij maken. Of je kan lekker groenten die je erbij wil nemen. Ik zou zelf voor een salade gaan. Er zit gehakt in, er zit ui in. Er zitten 2 eitjes in. Peper, zout, 2 eetlepels ketchup. Er zit een klein schepje knoflookpoeder in. Ik denk dat het was. Lekker vlot opgenoemd. Zo ziet het er niet echt lekker uit. Maar dit zijn serieus niet om op te scheppen. De lekkerste hamburgers die je maar kunt eten. Je hoeft er ook echt niks bij te hebben. Jij hebt ze gebakken. Ik heb de ingrediënten toegevoegd. Maar dat heb je heel goed gedaan, schat. Oneerlijk. Echt heel goed. Ik was dus 1 ingrediënt vergeten te vertellen. En dat is eigenlijk het geheime ingrediënt. 2 grove eetlepels mosterd. Het is echt heel lekker. Dus ik zou zeggen, probeer het een keer. Als je ervan houdt en als je vlees eet. Ik ga eventjes verder met mijn bordje leeg eten. Ze zagen er echt veel mooier uit, hoor. Ik heb ze al stiekem een beetje uit elkaar geplozen. En, schat? Heerlijk. Hoe lekker is dit? Maar alles is lekkerder als je het zelf maakt. Dat is waar. Mm. Ik heb dus vandaag maar een soort van regenjasje gekocht. Die speciaal wel is om eten te geven. Met zo'n bak onderin waar het dan invalt. Daar is hem al een beetje te klein voor. Maar gelukkig heeft hij hem aan, want anders had hij echt helemaal onder gezeten. Tussendoor doet hij af en toe een voet in zijn mond. En... Vieserik. Hey Rio. Noem maar A. Ik kop. A. Dat is lekker. Dat is lekker. Goedemorgen. Hier zitten we weer in het draagzak. We gaan eventjes hier naar beneden, gewoon naar de arcade. Dus niet zo ver. Ik wilde eventjes kijken. Ze hebben hier echt een hele toffe oorbellenwinkel. Echt zo'n 4 wanden vol met alleen maar oorbellen. Ik dacht dat is wel weer leuk voor als we naar Nederland gaan en voor bij alle jurkjes en dingetjes rond kerst. Kijk hem zitten. Ben je verliefd naar mama aan het kijken? Nou, vanochtend als ontbijt. Ik vergeet eigenlijk steeds mijn ontbijt, maar dat is niks bijzonders en altijd hetzelfde. Dat is weer zo'n yoghurtje met van die nootjes. En ik heb een koffiezetapparaat gehad, dus ik heb ook een kopje koffie erbij genomen en nog een grote kop thee.
en weer mijn vitamine C met wat water. We gaan dus kijken voor oorbellen. Ik hoop dat die open is en dat ik iets leuks ertussen zie. Zal je dus net zien, kom je aan bij de oorbellen. Gaat meneertje zitten zeuren? Is dat allemaal? Heb je het niet meer naar je zin? Ik ben inmiddels weer terug. Rio ging het echt keihard op het kruisje zetten in die winkel. Die had gewoon geen geduld meer. En die had een volle luier. Dus de missie is niet volbracht. Ik was niet met de wagen gegaan omdat je daar een heel hoog trapje hebt. En daar kan ik de wagen niet zelf optillen. Dus dat was geen optie. Ik kan wel eventjes laten zien wat ik dus gisteren heb gekocht. Ik heb echt voor die kleine dan. Bij de Home Plus hebben ze een soort van, nou ja, je moet voorstellen, een soort V&D. Dat je dus ook ja, kinderkleding hebt, sportkleding, een soort home afdeling. Deze hele schattige slofjes. Ze zijn van Happyland. Wat had ik nog meer gekocht? Even kijken. Ik had dus dat grappige Koreaanse petje tegen de zon met van die kattenoortjes. Alleen, ik was niet helemaal weg van de kleuren. Maar ik merk wel dat ik hier echt eentje nodig heb. Omdat de zon schijnt en vooral als je hem dan in de draagzak meeneemt, dat kan niet. Dus ik heb eentje gekocht. Let op. Oh, wat ben je mooi. Wat ben je mooi. En het handige is, ze zijn helemaal omvouwbaar, zodat hij nog wat kan zien. En dat hij niks kan zien. Hij is niet echt in een goed humeur, maar goed. Je snapt de bedoeling. Ik vond hem heel schattig en ik vond dit een iets leukere kleur. Het ging niet echt uit vrije wil. Maar ik leg hem niet weer snel neer. Maar hij is dus van Alonso. Dear My Body staat erop. Ik vond hem heel schattig. Hij zat in allerlei kleuren. Maar ik ga hem dus nu even te eten geven. Want ik denk dat dat ook het grote probleem is. Hè? Ja. Man. Hij slaapt. Echt niet te doen. Even de reggae muziek afzetten. Want dat is echt de enige manier hoe ik hem in slaap krijg. Het is wel heel grappig, maar ik kan het echt niet meer horen. Echt niet. Waarbij ik het eerst lekker vond klinken. Is het nu echt een soort van dat ik denk, oh no, daar gaan we weer. Ik was één dingetje vergeten te laten zien. Die had ik dus gisteren al aan jullie laten zien. Daar ben ik ook echt heel blij mee. En die werkt dus echt super goed. Dan ga je dus als een soort regenkeepje, stop je zijn armpjes erin. En er zit hier dan een klittenbandje. En dit is een soort van bak. En dan kan het dan allemaal invallen. En als hij dan met zijn handen in zijn mond zit of whatever, dan wordt het gewoon echt niet vies. En echt, ik vond hem ook wel schattig met die leeuwtjes erop. En ze hadden allemaal geinige printjes. Het was van een Scandinavisch merk. Dus je kunt het waarschijnlijk wel gewoon op internet bestellen. Het heette Moi, als in het Frans. En dan E, E-T. En dan Meuln, M-O-L-N. Moi et Meuln. Ik ben blij dat die kleine draak nu slaapt. Ik ga eens even bedenken wat we vanavond gaan eten. Misschien wel Devo Korean Barbecue. Dat is toch een all-time favorite. En dat is gewoon vlees van de grill. Dus dat is prima. Rio? Rio? Beetje lief zijn voor papa, hè? Ja. Beetje lief zijn voor papa. Ik had voorgesteld om bulgogi te eten. Dave gaat liever even naar het Japannertje lopen. Het is hier natuurlijk onder. En Dit? We gaan naar haar moeder toe. Schattig, hè? Nou, schat, je wordt herkend. Niet zo moeilijk. Nee. Nou, we gaan dus naar de Japanner toe. Daar hebben ze die lekkere beef met tauke. Ik ga het een keer proberen zelf te maken. En dan kunnen jullie het misschien ook thuis proberen. Maar ik moet eerst even uitvogelen wat daar precies in zit. Maar het is echt super lekker. Heel simpel.
Maar gewoon top. Is lekker, hè? Is lekker, hè? Ik heb een nieuwe dansmoves voor het vlees. Goedemorgen. Ik zit er een beetje doorheen, want die kleine is echt super aanwezig. En wil de hele tijd alleen maar op mijn arm. En dat ik reggae muziek opzet en ga dansen met hem. Ik ben er echt helemaal klaar mee. Je vreet hem wel op, hoor. Maar ik moet 100 dingen doen, maar dat kan dus niet. Dave gaat zo dus naar de club toe. Dus dan slaap ik alleen. En morgen slaap ik alleen en zondag is dan alweer de wedstrijd. Later zal ik even onderin aan de video zetten wat ik precies eet, wat ik als sport heb gedaan en dat soort dingen. Ik weet niet wat hier allemaal gebeurt, maar ik val weer met mijn neus in de boter. Ik zie het al. Ik heb dus vandaag super weinig gefilmd. Eigenlijk niks. Dit is het eerste. Ik heb wel netjes mijn oefeningen gedaan. Ik heb vanochtend een yoghurtje gegeten. Vanmiddag 3 gekookte eitjes. Gewoon simpelweg. Omdat ik gewoon bijna geen tijd had en te moe was. En 's avonds heb ik een stukje zalm gemaakt. Met broccoli die ik voor de tv heb zitten opeten. Dave speelde uit. En was super belangrijke wedstrijd. En echt heel spannend. En ze hebben dus 2-1 gewonnen. Dus ik ben echt heel blij. Dave is heel blij. En die komt vanavond laat. Dus pas thuis. Waarom ik dus zo moe ben en weinig heb gefilmd. Is omdat Rio zijn hele ritme gewoon door de war is. Wat ik al eigenlijk eerder heb verteld. En het is de laatste weekje zo. Wat blijkt. Ik heb het eventjes opgezocht. Want voor de rest heeft hij geen koorts. Helemaal niks. Dat heet de 4-month regression. In die 4 maanden maken ze, met 4 maanden maken ze heel veel ontwikkelingen, de baby's. Dus dan kan het zijn dat je 2 tot 4 weken, dat de baby heel onrustig is. En veel huilt, slaapritme anders is, het eetritme anders. En dat verklaart dus een hoop. Ik zal eventjes dus een schemaatje laten zien met wat ik ongeveer heb gegeten de afgelopen maanden. En daar kun je je gewoon aan houden. En ik weet zeker als je gedisciplineerd genoeg bent dat je daar dus van afvalt. Dat schemaatje ga ik eventjes onder aan mijn video zetten. Samen met de oefeningen die ik jullie ga laten zien morgen. Daar gaat hij dan, trainen. Althans, het is gewoon eigenlijk met eigen lichaamsgewicht. Het enige wat je nodig hebt is een matje en jezelf een lekker pakje. Iets waar je makkelijk in kan bewegen. Het is, ik denk dat het een kwartiertje van je tijd neemt. Misschien nog niet eens. Dus ik probeer het iedere dag te doen. Eén dagje gun ik mezelf rust. Net hoe het uitkomt als ik echt geen zin heb of niet zo lekker voel. En ik kan je beloven, je voelt je echt heel lekker als je het hebt gedaan. Nou, we gaan dus beginnen met de buik. Wat sit-ups, crunches, leg raises en een plank. Dus als je mee wilt doen, dan kun je meedoen. We gaan dus beginnen met de sit-ups. Belangrijk is dat je voeten op de grond blijven. Ik vraag vaak even of Dave op mijn voeten komt zitten. En zorg ervoor dat je geen pijn in je nek krijgt. Dus blijf vooral naar het plafond kijken. En ga niet aan je nek lopen trekken. Als het goed is, voel je het wel branden. Als het niet brandt, dan doe je waarschijnlijk iets niet goed. Of ben je gewoon meer gewend op het moment als ik. Ik heb nu echt dik een jaar niks gedaan. Dus het was ook wel weer even nodig. We gaan nu over op de crunches. Dat zijn er 10. Crunches zijn eigenlijk ook buikspieroefeningen. Maar in plaats van dat je helemaal opkomt, zijn het korte bewegingen. Nogmaals, ga niet aan je nek lopen trekken.
10. Leg raises. Je rug en je billen en je handen op de grond. En je brengt je benen omhoog. En je laat ze zakken en je raakt net niet de grond aan. Jongens, ik kom niet omhoog. We gaan nu, die is wel bij iedereen bekend, gaan planken. En we beginnen met 15 seconden, dus dat moet te doen zijn. Iedereen heeft wel een stopwatch of een timer ergens of een klok die ze aan kunnen zetten. Dus het is handig om te timen. Ik doe dat op mijn telefoon. Ik heb een iPhone, maar ik neem aan dat een Samsung of whatever het ook heeft. 1, 2. Ja. En het is belangrijk dat je je navel inhoudt en dat je rug recht is. Stiekem een beetje spieken. Dus laat je buik niet hangen. Ga niet hangen in je heupen. Blijf recht. Dat waren er 15. Nou, dat was de buik. Wat ik al zeg, ik ben geen personal trainer. Ik heb er wel genoeg gehad om te zeggen en om te weten van wat goed is, wat werkt en wat werkt voor mijn lichaam. Ik ben ook een goed beeld van een beginneling. Dus als je al heel fit bent, dan zal dit waarschijnlijk makkelijk te doen zijn voor je. We gaan nu de armen doen. Dat is eigenlijk heel erg simpel. Dit voelt vast heel makkelijk, dat is het ook. Maar geloof me, hoe verder je komt, dus hoe meer weken erop zitten, hoe zwaarder het gaat worden. Dus we beginnen met 15 armcirkels. Het is eigenlijk heel simpel, ik voel het nu niet eens. Het is bedoeld dat je armen recht houdt en daarvoor is goed voor deze. Nou, dan gooien we erachteraan arm raises. Dus zeg het al op, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ze bedoelen dat je gewoon je handpalmen naar boven naar elkaar toe brengt met rechte armen. Moet je eerlijk zeggen, die voel ik dus wel al een beetje. Vanuit daar, dus je armen zijn boven je hoofd gesloten. Jullie kunnen het hier, zie ik nu net niet zien. En wat je doet, is je ellebogen tegen elkaar. Je handen in gesloten vorm, dus dit blijft dicht. Sta je rechtop voor je borst en dan doe je ze naar beneden. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Er zijn er 15. Dus belangrijk is handen en je ellebogen plak je eigenlijk tegen elkaar en die blijven ook dicht. En je maakt van boven naar beneden bewegingen. Dat waren de armen. Dan beginnen we nu met de billen. De squats zijn ook bij iedereen wel bekend. Zoals vanaf de zijkant doen. Daar doen we er 10 van. Dus voeten uit elkaar. Konden achter en probeer zeg maar niet te ver naar voren te hangen of te ver naar achter, maar gewoon zo recht mogelijk naar beneden. 1. Pas erop dat je knieën niet naar binnen gaan, daar heb ik ook nog wel eens last van. Nu gaan we dus naar de pointed butt lifts. Het is eigenlijk niet heel moeilijk. Hoe ga ik dit het beste aan jullie uitleggen? Je doet je handen. Je zit eigenlijk zo. Dus nou, de positie mogen jullie zelf bedenken wat voor positie dit is. Wat je dus doet bij de pointed butt lifts. Je brengt je voet helemaal omhoog in een deze positie zit je voet. Dus niet dus gepoint. Niet geflexed, maar gepoint. Dat doen we ook 10 keer. 1. Het is de bedoeling, zeg maar, dat je het in je billen voelt. We zijn billen nu aan het doen. Dan doe je 10 keer de andere kant. En dan heb je de fire hydrants. Net als een hondje, zeg maar, die tegen zo'n paaltje aan plast. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Belangrijk hier is dat je zeg maar niet gaat hangen. Dus dat dit recht blijft. Dus dat je alleen deze zo wijd mogelijk optilt. Door de andere kant ook 10. Nu we eigenlijk het zware werk gehad. Wat we nu gaan doen. Ik ben echt enorm stijf sinds ik ben bevallen. Ik denk dat het gewoon nog niet helemaal is of zit hoe het moet zitten. Dus er moet ook een beetje gestretched worden. Ik heb weer eventjes mijn timer erbij gepakt. We gaan dus 1 minuut keer 1 minuut stretchen. Dus wat je doet je benen zo wijd mogelijk uit elkaar. Dit is op het moment echt wel het maximale wat ik kan. Het maakt niet uit hoe ver je kan, maar het is de bedoeling dat je iedere keer wat verder kan. En dat je handen zo ver mogelijk naar je toe zijn, dan voel je het meest. Dus dit moet je eigenlijk 1 minuut vasthouden. Ja. Dan doe je je benen naar elkaar toe. En dan doe je ook 1 minuut. En het beste is natuurlijk, je benen moeten recht blijven. Het beste is natuurlijk als je je handen plat op de grond kan doen. Dat kan ik niet. Ik kan ze net onder mijn grote teen doen. Dat waren alweer de oefeningen. Zie je, het was denk ik niet eens een kwartiertje. Prima te doen. Er komt wel iedere week een schepje bovenop. Maar probeer het dan gewoon als je wakker wordt te doen. Of voordat je naar bed gaat of wanneer je natuurlijk wilt. Ik zit nu heel lekker in mijn vel. Ik voel me fit. Dus mocht je dat willen, probeer dan mijn voedingsschema wie ik hieronder zet. Het is niet wat ik deze week heb gegeten, want ik heb een beetje rommelig gegeten. Misschien zelfs te weinig. Dus ik wil wel een eerlijk beeld geven. Dus ik geef jullie een weekschemaatje van wat je kan eten. Maar belangrijk is gewoon, ik ga het weer zeggen, veel eiwitten. Geen tot weinig alcohol, veel water, weinig suikers en weinig koolhydraten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden of inspirerend of misschien vond je het wel helemaal shit. Dat kan natuurlijk ook. Nogmaals, ik wil even benadrukken, ik ben geen personal trainster. Ik ben geen diëtiste en ik ben geen dokter, zeker niet. Maar ik deel gewoon mijn ervaring. Dat eigenlijk. Ik deel gewoon mijn ervaring met jullie. Omdat het mij heel erg heeft geholpen. Volgende week zal ik weer nieuwe receptjes delen. Een nieuwe weekmenu maken. En gaan we er een schepje bovenop gooien qua oefeningen. Probeer ook elke dag een half uurtje te wandelen. Naar je werk, naar je moeder, naar wie je ook maar wil. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Tot volgende week. Doeg!